Hallo, ik ben Christo. Welkom op mijn channel, Christo Blue. Ik heb weer een nieuwe tweelingziel reading voor jullie. En wat er omgaat in de mannelijke tweelingziel. Dus ik heb hier de bovenste rij. Is wat er in zijn hoofd omgaat. Deze rij is wat er in zijn hart omgaat. Deze rij is wat er nu zich afspeelt. En deze rij in welke actie hij gaat ondernemen en wat er in de toekomst gaat gebeuren. Oké, ik wil jullie bedanken voor al jullie likes en voor jullie reacties. En daar ben ik heel blij mee. Dus jullie mogen altijd reageren of vragen stellen. En dan probeer ik ze te beantwoorden. En dit is een algemene reading. Dus voor iedereen kan het iets anders zijn, maar kijk wat overeenkomt met je en wat resoneert met je. En iemands anders waarheid hoeft niet jouw waarheid te zijn. Dus kijk wat denk, ja, voor mij is het dit en ik voel er dit bij en dan is het, wat je voelt is goed dan eigenlijk. Dus we gaan beginnen met wat er gaat er in zijn hoofd om. Dus deze kaart. Hij voelt zich, zijn hart is gebroken. Dat voelt in zijn hoofd. Hij is er verdrietig om. Hij heeft een gebroken hart. En in zijn hoofd denkt hij, ja, ik moet nou de sprong gaan wagen. Ik moet nou het vertrouwen krijgen om van die klif af te springen. Ook al weet ik nog niet waar ik terecht kom. Maar ik moet die sprong gaan wagen. Dat weet hij in zijn hoofd. Dat we dan een betere toekomst misschien daar beneden is. Maar in zijn hoofd weet hij, ja, ik zit nog vol in de conflicten. En dan, ja, een paar andere kaarten. Hij weet dat je iemand uit het vorige leven bent. Hij heeft herinneringen aan de liefde van jullie. Het is een soulmate relatie, tweelingziel relatie. Dat weet hij in zijn hoofd. Maar hij weet ook dat hij geduld moet hebben. Je ziet, er is iets geplant in zijn hand. En er gaat een mooie bloem uitbloeien. Dit is een lelie. Maar hij moet geduld hebben in deze situatie. Het is de gematigheidskaart. Alles moet in balans, in zijn innerlijke moet in balans zijn. En ook alles moet in balans zijn met zijn vrouwelijke tweelingziel. Dat weet hij in zijn hoofd. Want als samen alles in balans is, dan komen jullie samen. Kijk, en dan, als het in balans is, dan is er een reden tot een feestje. Er staat ook verheugen in viering. Dus dan is het Three of Cups kaart en dat... Zijn nu samen, als alles in balans is. En die lelie, die uit zijn hand groeit, die moet, kan nou nog een zaadje zijn, maar dat wordt een mooie bloem. Maar geduld staat, de gematigheid, alles op zijn tijd. Dat is in zijn hoofd. En wat in zijn hart, kijk, dit wil hij... 10 van munten, 10 pentacles. Hij wil een familie, hij wil succes. Hij wil stabiliteit. Hij wil een gelukkig gezinsleven. Dat is wat hij wil. Zich goed voelen, alles krijgen wat hij krijgen kan. Dat wil hij in zijn hart. En hij ziet haar als de keizerin. Die liefdevol zwangere vrouw. Moeder van misschien zijn kinderen. Nieuwe geboorte betekent het. Ze is zwanger van een nieuwe geboorte. En hij wil de keizer zijn. Sterk. Hier zie je steenboktekens. Het kan een steenbok zijn. Hij kan een beetje koppig zijn, maar hij is gegrond, hij is sterk, hij weet wat hij wil. En dit is een match met deze.
Dus de keizerin en de keizer. Zo wil hij het. Hij wil net zo sterk zijn, zo mooi zijn als een vrouwelijke tweelingziel. Dit wil een setje. Dit is een setje. Dat is in zijn hart. Alle twee sterk. Echt een koppel zijn, vormen met de keizerin. Met zijn vrouwelijke tweelingziel. Dat wil hij erg graag. En dit is de wereldkaart. Hij wil de wereld omarmen. Hij wil een voltooiing van het proces. Hij wil eindelijk een einde aan deze reis. En dit is ook weer een leider. Dat is dezelfde leider als deze koning. Precies dezelfde kaart. Dus dat wil hij heel sterk. Hij wil uit zijn schaduw. En hij wil dit geven aan je. Een cadeautje. Maar dit is dan de duivelse kaart. Zijn hart zit nog een beetje gevangen. In deze duivelse energie. Hij moet het nog bevrijden. Hij heeft nog een paar kaarten bijgetrokken. Kijk, hij moet zich eigen bevrijden. Want hij kan niet echt vooruit. Hij wil het wel. Maar er zijn nog een beetje te veel angsten. Een slapeloze nacht heeft hij ook nog. Dat zit in zijn hart. Dus hij wil vooruit, maar hij wil die sterke leider zijn. Dat is er heel sterk in. Hij wil nieuw de wereld met jou. Maar ja, hij is nog een beetje angstig. Hij kan er wel uit, want de opening is er wel. Maar hij durft het nog niet helemaal. Hij is nog een beetje angstig. Maar wat er nu speelt, hij gaat meer rusten. Meer mediteren, meer rusten. Hij wil die pentakel aanbieden, maar het is zo'n langzame energie. Hij staat stil met zijn paard. Maar hij beseft wel dat het paard in beweging moet komen. En dat hij de waarheid moet gaan zeggen. En dat hij met volle kracht vooruit moet. Dat weet hij nou op dit moment. En hij weet dat hij nou moet gaan manifesteren. Het is de hangman. Hij zit nog te kijken van hoe hij het moet doen allemaal. Hij zit er nog te observeren. Hij hangt al op zijn kop. Maar hij weet, hij krijgt wel nieuwe ideeën en inzichten. En hij is verlicht. Want hij weet dat hij deze beslissing moet gaan nemen. Dat weet hij dus op het ogenblik, dat weet hij nu. En dit is een kaart met al die cups, 7 of cups, al die bekers. Dat hij, ja, die beslissing, die moet hij nemen. Dat weet hij op dit moment. En wat gaat hij nou doen? Hij gaat alles in balans brengen. Alles geven en nemen. Dus alles in balans brengen. Hij heeft zijn bouwsel af. Alles wat hij gepland heeft, is een mooi bouwwerk geworden. Hij kijkt ernaar en het is af. Dat is in de toekomst. Dat is een actie wat hij gaat ondernemen. En hij gooit al die wand neer, al die staven. Die heeft hij niet meer nodig. Geen strijd meer, dat wil hij niet meer. En hij beseft dat hij niet alles meer kan vasthouden. Dat is de doodkaart. Eigenlijk is het dezelfde persoon als op de doodkaart. Dat de transformatie die komt eraan. Dus hij kan wel alles vast willen houden. Maar dat gaat hij niet meer doen. Want hij weet dat de transformatie komt eraan. De dood komt eraan. Die pakt alle zekerheden van hem af. En daarna krijgt hij een
goed leven. Alles, ontbreekt hem niks. Voldoende cups, voldoende emoties en ja, alle wensen komen uit. En hij gaat die cup aanbieden aan zijn vrouwelijke tweelingziel. De vis is eruit gesprongen, dus je kan er nou uit drinken. Dat wil hij aanbieden. En die duivelsenergie, daar heb je zijn eigen van bevrijd. Kijk, hij maakt, in plaats dat hij vastgebonden zit met zijn vrouwelijke tweelingziel, doet hij nou de liefde bedrijven met zijn vrouwelijke tweelingziel. Geen niet meer last van die duivelse energie. Dit is de toekomst. Alle dingen gaan eindigen. De strijd is gevoerd. Hij wordt afgevoerd. Nieuw begin. Het rad is gedraaid. Alle karmische dingen zijn er afgedraaid. Vliegen alle kanten op. Alles in positieve zin. Draait echt in zijn positieve kant op. En dan kan hij weer vooruit. En snel vooruit. Alles is in balans. De yin en de yang. De zwarte en de witte energie. Donker en het licht. Alles is balans gebracht. Hij moet nog wel even van binnen kijken, even uitrusten en even tot zichzelf komen. Een beetje terugtrekken uit de wereld. Om zichzelf te vinden, het licht volgen. En dan krijgt hij een gelukkig leven met zijn vrouwelijke tweelingziel. En het is feest. Eindelijk samen. 1-1-1. 4 keer 1 is 11. 2 keer over 11. Dat is het getal van de tweelingzielen. Voorwand 4 staven 4. Ja, dit was de hoofdreading. Ik heb nog een paar kaartjes trekken. En ik wil jullie nog wat laten zien. Dingen wat weer op mijn pad komen. Wat ik mag. Ik wil dat delen met jullie. Kijk, hier heb je de Prince of Cups. En ik ben even met mijn speltje aan het uitzoeken. En kijk eens wat ik vind. Dit speltje. En dat is toch wel ik vind dat heel een teken van bijna dezelfde kaart. Dus deze prins, die komt met zijn paard. En dan heb ik nog meer speltjes weer. Er zijn weer andere speltjes als ik verleden keer had. De vrouwelijke tweelingziel. Hier staat, is de empress. Heel sterk op het ogenblik. Staat helemaal in de kracht op het ogenblik. Empress. En weet je wat voor speltje ik vond? Ook de empress. Dus dat vond ik zo mooi dat ik dat speltje ook vond. Denk, ja. Het teken de vrouwelijke de tweelingziel staat echt nou in haar kracht. En door haar kracht ja, voelt de mannelijke tweelingziel dat ze ja, van ik moet ook vooruit. Ze trekt hem eigenlijk mee naar boven eigenlijk. En dit is echt de reuniekaart, unionkaart. En kijk eens, hier staat ook weer union op. Dus weer een andere speld van Union. Verleden keer had ik met die vlammen. En daar heb ik weer een speld gevonden met Union. Dus ja, ze komen samen. Het zijn allemaal tekens van boven dat de tweelingzielen komen gewoon samen. En de vrouwelijke staat nou echt in haar kracht. Ze trekt de mannelijke energie naar boven. En hij gaat vanzelf. En ze spiegelen elkaar, dus hij gaat vanzelf haar volgen. Zo werkt het meestal met de mannelijke en vrouwelijke energieën. Ik
door kaartjes trekken, maar er zijn een paar zitten op de kop, zie ik. Even kijken, nou. Even omdraaien. Ik laat door nog een paar kaartjes trekken wat hij nou voor ons te zeggen heeft. Hoe het nou met hem staat. Nou, dat is natuurlijk te veel. Nou, ik neem die twee wel. Die. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke reading vonden. Het is nog steeds een beetje van afwachten, van wanneer gaat hij keuzes maken. Het is steeds een beetje hetzelfde. Beetje frustrerend voor de meesten, denk ik. Maar goed, laten we kijken wat hij te zeggen heeft. Oké, hij zegt, ik wil je overal mee helpen. Ik wil gelukkig worden met je. Ik voel je energie. Laat mij je koning zijn. Kijk, hij wil sterk, sterke koning zijn, hè? Een sterke keizer, koning. Mijn hart is met jou verbonden. Ik ben spiritueel geworden. En spiritueel zijn wij eigenlijk al samen, zijn we verbonden. Dat merkt hij ook natuurlijk. Dus ja, het komt toch goed, maar ja, die beslissing, hè. Het is steeds een beetje hetzelfde. Hij moet die beslissing nemen. Hebben sommigen, is de beslissing al gekomen, zijn al samen. En de anderen, die zitten nog steeds te wachten op de beslissing. En maar ja, we blijven de hoop houden. En wees krachtig. En hij komt vanzelf. Al duurt het langer als je denkt. Geduld wordt op de proef gesteld. Maar goed. Zien jullie de volgende keer. Een fijne dag. En tot ziens. Doeg.